Hartelijk welkom mensen weer bij zijn boodschap in de openbaring verdieping 1. Gods volk. De drie Israëls en de zeven zegels bij Gods volk. Met Jeremia 6. Hebben we al gelezen. Dus we zullen heel goed gaan verstaan nu hoe wij de Bijbel moeten lezen. Leren lezen. En vooral dus met die drie Israëls. Letterlijk Israël, geestelijk Israël, modern Israël. En daar hebben we de Bijbel voor nodig. De Bijbel leert ons dat. We hebben zo pas al gelezen hoe Willy Miller dat ook deed op zijn manier, dat we al die profetieën erbij moeten nemen, een heldere kennis van het Oude Testament moeten hebben. Dus vandaar, die grondige kennis is onroepelijk nodig, willen wij die luidroep kunnen en ook mogen gaan brengen. Dat moeten we wel meenemen, want nogmaals, die oprechtheid moeten we in ons hart hebben natuurlijk, dat weten we, we hebben heel veel over gestudeerd nu. En we weten ook dat we heel veel spot en hoon over ons heen zullen krijgen. Dat we daarmee naar de Heer Jezus toe kunnen gaan. Maar nu gaan we dus echt zien: van dit is de kennis die wij nodig hebben. Dit kunnen we Gods oprechte kinderen brengen in die kerken. Dat ze gaan verstaan: van, sluit je aan bij die 144.000. Daar is kennis en daar is leven. En die hebben ook dat getuigenis van Jezus Christus. En zoals we weten: William Miller was de pionier, maar Uriah Smith ook. Die had ook iets te vertellen over die zegels, want daar draait het in principe allemaal om. Ook over die bezuinen en over de gemeenten, maar die zegels willen we wat expliciet nu onderzoeken. Laten we maar eens lezen, want wat schrijft Uriah Smit over de zeven zegels en de zeven gemeenten? De zegels zijn onder aandacht gebracht in het vierde, vijfde en zesde hoofdstuk van de Openbaring. Dat weten wij. De scènes vertoond onder deze zegels worden openbaar gemaakt in openbaring 6 en het eerste vers van openbaring 8. Ze zijn duidelijk van toepassing op gebeurtenissen waarmee de gemeente is verbonden. vanaf het begin van de dispensatie tot de wederkomst van Christus. Dus die dispensatietijd is de tijd dat de eerste gemeente startte. Efeze wel te verstaan naar de kruisiging. Terwijl de zeven gemeenten de interne geschiedenis van de gemeente laten zien, laten de zeven zegels de grote gebeurtenissen van de externe geschiedenis zien. Dat is een hele interessante regel. Ik zal hem nogmaals lezen. Neem hem goed in uw gedachten op. Terwijl de zeven gemeenten de interne geschiedenis van de gemeente laten zien, laten de zeven zegels ...de grote gebeurtenissen van de externe geschiedenis zien. Een hele goede uitleg daarover. Uriah Smit zat in die tijd er heel goed in. Na Daniel 11, vers 36, weet je helemaal af. Vooral als het ging om een koning van het noorden. Dus let erop, dat laatste stuk moet je gewoon vergeten. Groot kruis klopt niet meer. Kon hij ook niet weten, ter verontschuldiging een beetje voor hem... ...omdat hij natuurlijk wel veel te ver was... En ook allemaal in onze tijd was, alhoewel hij wel ge volop gewaarschuwd is, ook door James White daarin. Dus helemaal niet kon weten, is ook niet helemaal terecht, want hij had broeders die hem daar wel op wezen. Maar afgezien van dit, dit had hij goed door. Dus de zeven gemeenten interne geschiedenis en de zeven Zelsen externe geschiedenis. En die gaan we eens uitzetten. We maken nu een plaat voor u waar we al die. Woorden in uitgedrukt hebben. Ik kan u wel vertellen, ik kon natuurlijk lang niet alles daarop kwijt. Dus het is een beperkt gedeelte nog maar. En u kunt zelf nog veel meer invullen. Dus het is een opstap. Of beter gezegd, wel een goede opstap kunnen we wel stellen dat u meer dan genoeg ontbouwing hebt, hoe u de Bijbel moet lezen. Maar wilt u daar zelf mee verder gaan? Is dat mogelijk? Kunt u nog zo'n sheet erbij pakken en nog meer gaan invullen? Voor u zelf diezelfde indelingen maken. Dan ben je natuurlijk helemaal vrij. In. Maar dit is wel een opstap. Laten we maar eens kijken hoe we dat met z'n allen willen bestuderen. De parallel tussen het geestelijke en het moderne Israël. Hier hebben we weer drie gedeelten. Dit bovenste is het letterlijke Israël. Dit onderste is het geestelijke Israël. Het middelste wel te verstaan. En het alleronderste is het moderne Israël. En u ziet, ik heb er al een paar pijlen met een eindpunt en weer een paar strepen neergezet. Daarboven zetten we Efeze, Smyrna, Pergamus, Tirtira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. U kent ze, dat zijn de dus zeven gemeenten. Overduidelijk. En nogmaals, u ziet hier pijlen bij staan met een eindpunt en hier alleen maar weer strepen onder. Heeft allemaal zijn bedoeling. Eerste zegel, tweede zegel, derde zegel, vierde zegel, vijfde zegel, zesde zegel. ...zevende zegel. Dus dat is hetgeen wat de pioniers zeiden. En dan spreken we over het geestelijk Israël. Hier zien we de zeven gemeenten, de interne geschiedenis... ...en de zeven zegels, de externe geschiedenis. Onder elkaar staan en achter elkaar staan. Dus uitgelegd voor wat betreft in die animatiesheet. Hebben we heel veel aan, als we dat goed bijhouden en een beetje gaan doorzien... We hebben dus in de midden, hebben we het midden het geestelijk Israël. Daarboven hebben we het letterlijk Israël. En daaronder komt het moderne Israël. En het moderne Israël is de Laodicee-gemeente, of beter gezegd, die tijd van die Laodicea-gemeente. Vooral dus rondom die Zonderswet. Voor en na die Zonderswet. Rondom die Zonderswet. Als we dat hebben, gaan we verder. We gaan steeds meer invullen op die animatie-sheet. Want. Christus heeft een verbond met zijn volk, dat weten wij, maar het is wel heel belangrijk om het telkens voor ogen te houden. Christus is nadrukkelijk met zijn volk verbonden, in dat verbond natuurlijk. We leven nu in de tijd van de zevende gemeente, van het zevende zegel en van de zevende bazaan. Nogmaals weer dat u dat goed verstaat, daar ga ik straks ook nog even extra op in. Christus wordt gezien terwijl hij wandelt in het midden der gouden kandelaren. Op deze wijze wordt zijn relatie tot de gemeente gesymboliseerd. Hij is voortdurend in gemeenschap met zijn volk. Dus ook in het bijzonder natuurlijk met de Zevendagsadvertisten. Ook met diegenen die in de Chatuk-Mene zitten, maar zijn volk heeft hier heel nadrukkelijk een voorkeur in. Hij kent hun ware toestand, hij slaat hun gedrag. Hun vroomheid, hun toewijding gade. En juist dus voor die wijze maden. Hoewel hij hoge priester en middelaar is in het heiligdom hierboven... wordt hij toch voorgesteld als wandelende, te midden van zijn gemeente op aarde. En dat zien wij hier ook boven een beetje afgebeeld natuurlijk. Openbaring 40, vers 4. Deze... 144.000, zullen we heel vaak merken dat dat daarop slaat, zijn het die met vrouwen, dus met andere gemeenten en met de charteux niet bevlekt zijn. Want zij zijn wijze maagden. Wijze staat er niet, maar ze zijn maagden. Maar weet dat dat juist die wijze maagden zijn. Dezen zijn het die het land volgen waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen, tot Eerstelingen, goden en het lam. Eerstelingen, dat is ook de jongste Benjamins. Via Jeremia werd over Benjamin gesproken. Het jongste volk, het laatste volk. En deze zijn ook tot eerstelingen, goden en het lam. De 144.000 kunnen we ook verder lezen in Openbaring 14. Dus de Heer is continu met zijn volk bezig. Om dat op te leiden, zouden we kunnen zeggen en ook te rechtvaardigen straks voor God en ook te louteren, dat is natuurlijk altijd pijnlijk, maar dat gebeurt ook en dus ons straks ook te activeren in het moment wanneer die zonnesvet uitbreekt en dan zullen we dus ook verzegeld worden. Dus die relatie met Christus en de gemeente is de continu, dus ook met het letterlijk Israël en ook met het geestelijk Israël en ook weer met het Moderne Israël, versta dat telkens dat Jezus heel nauw met zijn volk, met zijn oogappel verbonden is. Wij moeten straks die luid roep brengen, dat mag duidelijk zijn. Hè? Wij moeten weten wat er in die Bijbel staat en hoe die ook geschreven is. Giastische structuren kennen we al, spiegels hebben we al over gesproken. En dit is ook een manier van lezen hoe we die Bijbel moeten lezen. En daarom zei ik altijd in het begin, in de geschiedenis... De zeils en de bezuinen in de geschiedenis. Dus ook vanuit het letterlijk Israël. En daar zijn we dus nu mee bezig. Vandaar dat die inleiding wel een beetje moeilijk is om uit te leggen, natuurlijk. Want waar spreken we dan over? Maar nu krijgt u daar vat op. Ziet u van: wacht eens even. Nou ga ik die verbindingen beter zien. En we zijn er niet op het eind, natuurlijk. Maar we mogen de heren dankbaar zijn als we dat op het eind van deze studie kunnen en mogen gaan verstaan. Want die luidroep komt. Waar moeten de 144.000 mee op de hoogte zijn om de luidroep te kunnen brengen? En natuurlijk ook de elfduurwerkers. Degenen die deelnemen, want het zijn de wijze maagden, aan het verkondigen van de derde Engelandboodschap, onderzoeken de schrift op dezelfde manier als vader Miller deed. Dat zegt dus Suster White. Dus zuster White zegt dus, als wij goed de schrift onderzoeken, doen we dat, hoe Willy Miller dat ook deed. En een belangrijk punt is daarin, vanuit de Bijbel natuurlijk, en die kennen wij vanuit de basis van zijn boodschap in de provincie, Want het is gebod op gebod, gebod op gebod. Regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. Line op line, King James Bijbel. Hou daar rekening mee. Daar tekenen we continu die lijnen uit. Download de 14 regels van Miller om de schrift te onderzoeken. Dat kunt u zo op het internet vinden, kunt u zo downloaden en dan hebt u ze. En lees ze ook een aantal malen. door dat u zegt, ik moet wel opletten hoe ik lees, vooral in context lezen in die schrift. Wat lees ik in de en in context van wat daar staat? En daarom is het soms ook moeilijk te zien. Het is het ganse Israël, het huis Israëls. Huis Israëls wordt soms ook wel dubbel gebruikt voor het ganse Israël. Lezen we dus weer in context. Maar overwegend kunnen we heel goed zien dat Juda, Jeruzalem, Sion, apart staat van Israël. Het gewone Israël dus. Als er Israël staat, weten we overwegend dat daar de tien stammen mee worden bedoeld. Dus het is een belangrijk punt, belangrijk gegeven hierin dat u dat goed leest. Dus versta die schriften. Versta die context, de profetieën in dit geval. En dat leert u door te herhalen. Dat blijf ik ook zeggen. Meer herhalen, ziet u meer. Pakken we nog even de bezuinen er ook even bij. Want dat weten we ook, de tijdsperiode van de zeven bezuinen is natuurlijk ook vanaf 31 na Christus tot die wederkomst. Hier ziet u die zeven bezuinen uitgebeeld. Vanaf hier tot aan hier en toe. En daar willen we toch een klein beetje herhalingen in doen. Want als u dit niet goed verstaat. of u toch misleid bent. want er zijn sommige grote ministries in Amerika. die gaan in één keer helemaal wat anders beweren. En dan hebt u een probleem. Dan kunt u niet echt die finesses meer van de provincie verstaan. En er zou geen tijd meer zijn na 1844. plaatszijde 81, eerste schriften. en. Openbaring 10, vers 6b. Dus dat is Gods Woord en daar moeten wij aan vasthouden. En vooral als het gaat om die bezuin. Laten we nog eens een klein stukje herhaling doen daarin. Het laatste deel van de giastische structuur. U ziet hier de zeven gemeenten, de zeven zegels en zeven bazuinen. De geschiedenis van Gods volk na de hemelvaart van Christus en de steniging van Stefanus is als volgt. De zeven gemeenten geven ons een blik op de geestelijke toestand van Gods volk, zoals God het ziet, vanaf de eerste christenen tot het einde der tijden. De zeven zegelen geven ons een historisch overzicht van het christendom in zijn verhouding tot de wereld, het evangelie, de externe geschiedenis. De zeven bazuinen tonen ons belangrijke militaire gebeurtenissen die zouden plaatsvinden in dezelfde tijdsperiode. En die tenslotte het koninkrijk gods zullen gaan inluiden. Zeven gemeenten, zeven zegels, zeven bezuinen lopen parallel. Dus ze zijn hier wel achter elkaar afgetekend, maar ze lopen allemaal parallel. En dat gaan we straks ook nog even zien. Dus dat is het, het doel van die chiastische structuur: om u dat goed te laten verstaan. Nogmaals, pas op: dwaal niet van die pioniersstandpunten af en vandaan. Dan gaat u uit Gods Woord. Die pioniers waren heel goed op hoogte. Die hadden inzicht vanuit Gods heiligdom vandaan. Werden heel goed geleid. Waren oprecht in hun onderzoek. En dat willen we nu even nogmaals uittekenen. De laatste zeven plagen komen na Christus' hoogpriestelijk werk. U zit hier, hier getekend. De zeven gemeenten, de zeven zegels, de zeven bazuinen. Dus onder elkander getekend in die tijd. Hier is de kruising van onze geliefde Heer. Hier beginnen de zeven gemeenten. Hier eindigt de zeven gemeenten bij dit laatste punt. En dan Christus in het Heilige der Heiligen. Dat speelt zich ook nog tijdens de zeven gemeenten, zegels en bazuinen af. Maar we weten dat juist die zeven plagen absoluut daarna komen. En dan komt die wederkomst. Dit is de juiste interpretatie. We hebben natuurlijk in die openbaringsserie ook een onjuiste interpretatie gegeven. Ter voorbeeld: de bezuinen, de oordelen, vallen samen met de zeven gemeenten en de zeven zegels. Onder andere de vier paarden. En die moeten we even in gedachten houden, die zijn belangrijk voor onze verdere studie. En zeker niet met de zeven laatste plagen. Hou daar rekening mee. Het hoogtepunt, de zevende bazuin van al die bazuinen, is 11 september 2001. Kennen we. Eerst bij de vernietiging, 7 na Christus, het oordeel, van Jeruzalem. De Joden waren diegenen welke Jezus hebben gekruisigd, Matthäus 24. Maar de Romeinen hebben de Tempel Gods verwoest. Dus we weten dat die eerste bazuin ook geklonken heeft in die tijd. En ook bij die vernietiging van Jeruzalem. Dat had dus ook alles weer met die Romeinen te maken. Tweede, bij de kruising van Jezus, omdat de Romeinen Jezus letterlijk hebben gekruisigd. Dus we weten ook het startpunt van die zeven gemeenten, zeven zeeën, zeven bazuin. Dat had natuurlijk alles met deze tijdsperiode. Te maken, vooral dus met de Romeinen. Keizerlijke Rome, wel te verstaan. Gaan we natuurlijk niet allemaal nu behandelen, het gaat er ons om dat u goed begrijpt dat ze sequentieel parallel aan elkaar lopen. Dus de zeven gemeenten, zeven zegels en zeven bazaan. Sequentieel betekent opeenvolgend. Eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, met dezelfde. Tijdsperiodes daar allemaal in. En dan gaan we eens kijken wat James White daarover zegt. James White heeft ook bijzondere uitdrukkingen gemaakt over die 4 plus 3. 4 plus 3 combinatie. Laten we maar eens kijken. James White brengt een belangrijk punt naar voren voor onze Bijbelstudie. Dus die 4 plus 3 combinatie, heb ik al gezegd. U ziet dat waar we dat allemaal uit hebben gehaald. Laten we maar eens lezen. Het gaat hier namelijk expliciet over die zegels en de gemeente. Wij zijn de gemeente, de zegels en de dieren. Die heeft iedereen meegenomen. Want dat zijn namelijk ook vier: of levende wezens. Zover ze dezelfde tijdsperiode over bruggen nagegaan. Van de zeven zegels zijn er maar vier dieren. Dat is interessant. Het is goed hier op te merken dat bij het openen van het eerste, tweede, derde en vierde zegel, dieren dus, wij het eerste, tweede, derde en vierde dier horen zeggen: kom en zie. Maar als het vijfde, zesde en zevende zegel wordt geopend, wordt er geen stem gehoord. Dus er wordt niet gezegd: kom en zie. Ook komen de laatste drie gemeenten. En de laatste drie zegels, nu wordt het interessant, niet overeen als het om tijdsperiode gaat. Zoals het bij de eerste vier gemeenten en de eerste vier zegels wel het geval is. Maar, zoals wij hebben laten zien, komen de gemeenten, zegels en de dieren, paden, praat hij dan over, overeen. Wat betreft. Dezelfde tijdsperiode die bijna 1800 jaren overbrugt. Zodat zij ongeveer tot een halve eeuw voor de tegenwoordige tijd uitkomen. Wat wil James White hiermee zeggen? Hij zegt: We weten absoluut zeker dat die eerste vier allemaal parallel lopen onder elkaar. En in principe die andere drie ook nog. Maar dat die laatste drie een beetje anders zijn. De Laatste drie bezuinen zijn drie w'en, zoals je weet. En u weet ook dat de eerste vier zegels vier paarden zijn en later niet vier paarden. En daarna komt hoe lang. Dus James White zegt: er is iets bijzonders met vier versus drie, vier plus drie combinatie. Die moeten we meenemen. Nogmaals, die drie niet over. De Jacobsbenauwdheid heen tillen, dat kan natuurlijk niet. We zitten nu in die zevende gemeente. Zevende zegel, zevende bezuin. Gaat het niet over de tijd heen tillen? Dat mag dus niet. Maar dat er wel iets bijzonders aan die laatste drie is. Die hebben allemaal een andere soort functie. En dan gaan we dat eens optekenen met z'n allen. Maar we willen wel bij de les blijven in die zin dat we weten wat we in die animaties hier elke keer zetten. We gaan weer terug naar het geestelijke Israël. De parallel tussen het geestelijke en moderne Israël. Dus hier hebben we een vier combinatie, vier paarden in dit geval. En hier hebben we ook een drie combinatie. Bijvoorbeeld ook weer drie ween die vast aan elkaar liggen. Dus wat stellen we? We zullen telkens zien dat bij de gemeenten en zegels en bazuinen dezelfde verdeling plaatsvindt. De vier plus drie combinatie. Daar draait het even om. Dus als je dat vasthoudt, kunt u straks steeds meer en meer gaan begrijpen met hoe die verbindingen allemaal liggen. Ook met het letterlijke Israël en ook weer met het geestelijke ten opzichte van het moderne Israël natuurlijk. Want daar willen we naartoe met z'n allen. We willen wat leren voor onze tijd. Hoe we de profetieën beter kunnen gaan verstaan. Dus we gaan eens een beetje invullen daarin. Wat gaat er meer in de laodicee tijd gebeuren? Het moderne Israël, dus in die tijd. U ziet hier, hebben we die vier paden boven afgebeeld. De vier dieren. De paden uit Openbaring 6 komen weer terug in de laodicee gemeente Kom en zie. En u weet ook dat er ook vier dieren in de hemel zijn. Maar daar hebben we weinig verbinding in die zin weer mee. Hier zien we dus. Huidige Laodiceë-tijd, moeten die vier paarden, vier dieren weer in terugkomen. Dat mag duidelijk zijn. Willen wij natuurlijk ook uitlegging geven in de moderne tijd? Want die moderne tijd is de Laodiceë-tijd. Ik had er ook neer kunnen zetten: huidige tijd, moderne Israël. Maar we blijven nog altijd even zeggen: huidige tijd, Laodiceë-tijd, is dus moderne Israël. Dus vandaar, God heeft ons iets te vertellen hierin. En dan komen er natuurlijk steeds meer legpuzzelstukjes bij elkaar, dus u hebt de puzzel nog niet in zich heel gezien. Vandaar ook dat de herhaling straks goed is. We gaan gewoon verder, want we weten ook wat er gebeurt in de nieuwe wereldorde. We kunnen ook wel eens van voren naar achteren toewerken en dat proberen we nu even te doen, in plaats van achteren naar voren, van geschiedenis naar toekomst. Laten we eens lezen. Dus we krijgen weer, kracht, troon, een grote macht in de nieuwe wereldorde. En dat klopt, Nieuw-Wereldadden, moet dat komen, dat weten wij. Want wat zegt zuster wij? Dezelfde geest als in Openbaring 6, vers 6 tot 8, wordt tegenwoordig gezien. De geschiedenis wordt herhaald. Dat wat geweest is, zal weer gebeuren, zegt zij. En daar zien we juist, wat speelt daar in Openbaring 6? Die dieren. In openbaring 6 vers 6 tot 8 hebben we erbij gepakt, natuurlijk. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren. Dus hier spreekt zij over openbaring 6 vers 6 tot 8. Die zeiden: een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn. Wijn is leer, niet. En toen het, dat is Jezus Christus, het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier. Die zeiden. Kom en zie, en ik zag en ziet een faal paard, en die erop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na, en hun werd macht gegeven om te doden, tot het vierde deel der aarde. Met het zwaard, eerste, en met de honger, tweede, en met de dood, dood is vaak pestilenties, hou er rekening mee, en door de wilde beesten der aarde. 1, twee, drie, vier. Vindt u continu in de profetieën terug. Dus ook in de openbaring terug. En wel, ook in het letterlijke Israël, maar dus ook in het geestelijke. En dus ook weer in het moderne Israël. Dat zijn die plagen die uitbreken over deze wereld. Maar nu even terug naar die vier dieren. Wat zegt zuster Wayt? Dat wat geweest is, zal weer gebeuren. Wat zeggen we dus met z'n allen? Die paden komen terug. Die geschiedenis van dat geestelijke Israël komt terug in het moderne Israël. Dat wordt interessant. Dus wat kunnen we opschrijven, erbij invullen? We gaan weer naar die toets taal toe. Die gebruiken we telkens. Bij het moderne Israël. We gaan dus nu een lijn zetten in het moderne Israël. En precies dezelfde lijn als hierboven. Drie pijlen met een eindpunt, dat is dus vier combinatie plus drie combinatie. Daar hebben we ook weer Ephesus, Smyrna, Pergamus, Tiertieren, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Wat kunnen we dus zeggen? Eerste zegel, tweede zegel, derde zegel, vierde zegel. Eerste paard tot het vierde paard komt dus terug, zegt zuster White. Schrijft zij, en dat klopt ook, want oorzaak en gevolg. Dit zien we telkens weer terugkomen. Hou hier rekening mee. Dat zuster White ons iets heeft te vertellen over die tijd wat is geweest. En dat we oorzaak-gevolg heel goed moeten gaan verstaan. Want er gebeurt iets en er komen gevolgen op. Als er een oorzaak is, is er een gevolg. Hoe u het ook went of keert, het is een feit. Dat weten wij vanuit onze samenleving al. En dat gebeurt natuurlijk ook in Gods Woord. Er is een oorzaak en er is een gevolg. En Suster White, die spreekt heel vaak over oorzaken met gevolgen. En dat is natuurlijk heel interessant om dat hier ook hierbij te gebruiken. Want dat geestelijke Israël en dat letterlijke Israël kon wel eens een oorzaak zijn voor het gevolg van het moderne Israël. Gaat u dat verstaan? Het gevolg is wat er in het moderne Israël gaat gebeuren. En de oorzaak is het letterlijke in het geestelijke Israël. Moet u eens meenemen in gedachten. Vooral ook als u de Bijbel gaat lezen. Want die moet u straks in drie fases kunnen onderscheiden. Letterlijk Israël, geestelijk Israël, modern Israël. Dan ziet u dat allemaal terugkomen. Oorzaak, gevolg, dat is belangrijk. Dus wat zeggen we? De moderne tijd, tijd. Stel me weer even op. Wat gaat er in de laodicee tijd gebeuren? Het moderne Israël. Hier hebben we Efeze en hier hebben we Smyrna. Huidige Laodicea tijd Oorzaak was in Efeze een heilig leven, de gevolgen executie en dood. Het Efeze- en Smyrna-tijdperk speelt zich opnieuw af in de laodicee gemeente de vervolgingen komen weer. Dus de oorzaak is dus beschreven in die brief van de Efezen. Van die zeven gemeenten, de eerste gemeente. En het gevolg is dus geschreven in die tweede brief van de gemeente. En dat is de Smyrna-gemeente. Dus en wat er eerst is gebeurd in Efeze. En Efeze spreekt juist over een geheiligd leven, dat zullen we ook zien. En dat vinden we ook in de brieven van Paulus, dat we zonder vlek of rimpel moeten staan. Staat juist weer in die Efezebrief. Hele mooie verbanden liggen daar. In Smyrna, die executies, dat komt weer terug. Dat hebben we al een beetje gelezen in Jeremia, maar dat lees je natuurlijk straks nog veel meer. Huidige tijd. Beter gezegd, moderne Israël, mag je ook weer zeggen. En dan gaan we weer terug naar zuster White, want die heeft ons nog meer te vertellen, weer over die toekomst. E.G. White kreeg heel duidelijk van God te horen en te zien wat er gaat gebeuren in de toekomst. Efeze gebeurtenissen komen in de laodicee tijd terug. Daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid... Niet liefde, nee, gerechtigheid staat van verre. Want de waarheid struikelt op de straat. Het gaat weer om gerechtigheid door geloof en de laatste waarheden. Want die struikelen op straat. En wat er recht is, kan er niet in gaan. Ja, de waarheid ontbreekt er. Dus dat is heel mooi uitgelegd van je saai. Wat recht is, kan er niet in gaan. Inderdaad, die oprechtheid kan niet gehoord worden. Ook in Gods gemeente niet meer. Ja, de waarheid ontbreekt er. Daardoor komt dat. En wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. En dan zegt zuster Waard, in lessen uit het leem van alle dag. Dit, wat hierboven staat, geschreven uit Jesaja, dit ging tijdens het leem van Christus op aarde in vervulling. Hij was trouw aan Gods geboden en schoof de menselijke overleveringen en geboden. die daarvoor in de plaats waren gekomen, opzij. Daarom werd hij gehaat en vervolgd. Deze geschiedenis herhaalt zich. Als wij getuigen van Jezus zijn, dan zult u begrijpen dat de gerechtigheid staat van verre in Gods gemeente. Want de waarheid struikelt daar. Want. Het recht kan daar niet in gaan. Ja, de waarheid ontbreekt er. En de Heer Jezus zei dat ook. Let nu op, jullie hebben die waarheid niet meer. Die oprechtheid is er niet meer. En daarom werd hij gehaat en vervolgd. En u wordt straks ook gehaat en vervolgd. Hou daar rekening mee. Deze geschiedenis herhaalt zich, zegt Egewaard. Dus Efezentijd, met Smyrna tijd. Herhaalt zich. En wat gebeurde er in die Smyrna tijd? Welke dodelijke strijd heeft zich in Smyrna afgespeeld? Efeze en Smyrna situatie wordt herhaald in de Laodicee gemeente. En ook allen die Godzalig Efeze dus willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd Smyrna tijd worden. 2 Timotius 3 vers 12. Velen zullen gevangen genomen worden. Velen zullen voor hun leven vluchten uit de steden en dorpen. En velen zullen omwille van Christus martelaren zijn. als ze de waarheid verdedigen. Begrijp dat goed? Selected messages van E.G. White, die vertelt dus gewoon dat. hier spreekt Paulus de al over, die Godzalig willen leven. de Efeze gemeente. die zullen vervolgd worden, want dat kwam na. De Efeze-gemeente, de Sminner-gemeente, oorzaak, gevolg. Begrijpt u hoe duidelijk Gods Woord is? Begrijpt u wat we dan kunnen zien met z'n allen en wat er staat te gebeuren? En wat gebeurde daar? Al in die Efeze-tijd. Neem hem even mee voor uzelf, omdat wij in die tijd komen natuurlijk. God is de Alpha en de Omega, 70 na Christus. hoe... Zal het bloedbad van Israël, dus 70 na Christus, herhaald worden in het geestelijke en moderne Israël tijdens de nieuwe wereldorde? En het geestelijke deel hebben we natuurlijk al meegemaakt in de middeleeuwen. Nogmaals, Satan bewerkt dat de geschiedenis van de Joodse natie zich zal herhalen, dus 70 na Christus. In de ervaringen van hen die beweren de tegenwoordige waarheid te geloven. En als u deze tegenwoordige waarheid gelooft die er nu is, dan zal die tijd van 70 na Christus, dat bloedbad zich herhalen, zegt zusterwaard. Daar zorgt de Satan wel even voor met zijn travanten en zijn handlangers hier op deze aarde. Zelfs binnen de Laodicee-gemeente. En ik zag tronen, en zij zaten op dezelfde, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. Dus bent u een getuige en hebt u het woord Gods in uw hart, dan kunt u dit verwachten. En die het beest en dezelfde beeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. Dit is na de zondagswet. Dat kan niet anders. Want daarna is dat beeld pas actief van het beest. En ze leefden en heersten als koningen met Christus de duizend jaar. Wat overduidelijk. Dat alles zich herhalen gaat, zegt zuster Waard. Ook die tijd van het Joodse volk, 70 na Christus, zal zich herhalen in onze tijd. Dus wat gaan wij weer doen? Weer die totaalplaat pakken en dat weer gaan invullen. Begrijpt u wat er gebeurt? Continu probeer ik u te laten lezen wat er in de geschiedenis is gebeurd. Komt weer tot drie maal toe. Eerste geschiedenis, letterlijk Israël. Tweede keer, geestelijk Israël. Want ook waren daar, ook vervolging in het geestelijk Israël. Een bloedbad. 50 tot 150 miljoen. De eeuwigheid zal het bewijzen. Ketters zijn vermoord. Hebben we, en weten we, vanuit de middeleeuw. Geestelijk Israël dus. Maar moderne Israël komt eraan. Dus we gaan weer de parallellen tussen het geestelijk en moderne Israël bekijken. Dit hadden we al. Zalig zij die God vrezen en naar Zijn geboden willen leven. Dat was in Efeze tijd zo. Daar waren ook de martelaren, kwamen daar. Want ze zullen vervolgd en gedood worden, juist in die Smyrna gemeente. Die martelaren was al begonnen ergens in die Efeze gemeente, maar juist vervolgd en gedood worden, dat speelt zich heel nadrukkelijk in die Smyrna gemeente af. En dan gaan we nu naar modern Israël. Ook zalig zijn de doden, openbaring 14 vers 13 zoals je weet. Vele martelaren zullen er zijn, openbaring 20 vers 4. Ze zullen vervolgd worden en gedood. Dus in principe kunt u deze en Smyrna gemeente bij elkaar nemen. Dat speelt zich er allemaal af. Zalig willen leven, oprecht willen leven, de laatste waarheden aannemen, dan kunt u dat gaan verwachten. Als we de geschiedenis van de gemeente gaan lezen, zullen we alles weer in onze tijd gaan meemaken. Maar dan in heel korte tijd. Jeremia 9. Leest u dat nog maar eens door in Jeremia 9? Alles blijkt dus, staat in de Bijbel. Wat hier te gebeuren staat. Dus ook in het moderne Israël, in onze tijd, in die Laodicee gemeente. En dan gaan we een vervalstapje maken. Want we hebben nu twee gemeentes gehad. Die hebben we op die lijn uitgezet. En nu gaan we naar de vervalgemeente Pergamus toe. Weer die vergelijking maken. Wat gaat er in de laodicee tijd gebeuren? Het moderne Israël. U mag ook zeggen Laodiceeën. Het parchemus-tijdperk speelt zich opnieuw af in de laodicee gemeente Dus de luide roeptijd. Huidige Laodiceë-tijd. Wat hebben we gezegd? De oorzaak binnen Pergemus was compromissen. Het gevolg, afval van de waarheid. Dat begon natuurlijk al in Pergamus, maar dat is heel duidelijk tot stand gekomen in die Theatrische gemeente. Weer zo'n voorbeeld. Compromissen. Volop compromissen. En hoe speelde zich dat af in die tijd? Gaan we natuurlijk ook even terug naar openbaring, want openbaring vertelt ons daar heel veel in. Maar we weten, we hebben openbaring bestudeerd, dus we weten nu al wat zich daar heeft afgespeeld. Ik ga er absoluut van uit dat u die studie van zijn boodschap in openbaring heel goed kent. Dat heb ik ook van tevoren gezegd. Als u die niet goed kent, ja, dan moet u even terugvallen. Is niet erg, maar doe dat dan ook. Neem dan die studie weer eens door van die zeven gemeenten. Openbaring 2 en 3. We onderzoeken eerst Pergamus en Theatrische. Openbaring 2, vers 12 tot 29. We weten dat Pergamus de tijd van de compromissen was: Constantijn, Ecumenische Bijbels, zondags werd. We weten ook dat de tijd van Tietieren de tijd van de pauselijke overheersing was. Kracht, troon en macht. Dat ziet u een beetje vet gedrukt staan, de KR. Dat houdt dus kracht in. TR is troon en MA is macht. Dus kracht, troon, macht. Anders kunnen we die woordjes niet bij elkaar houden op die animatiesheet. Gedenkt gij niet dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? Zegt Paulus. En nu, wat hem. Dus die pausdom weerhoudt, weet gij. Opdat hij geopenbaard worde te zijn er eigen tijd. Dus 538 is hij geopenbaard geworden. Na Christus. Want de verborgenheid der ongerechtigheid. Dus dat is kracht, troon en macht. wordt al reden gewrocht. Dat is al gaande. Dat ontstond al in dat keizerlijke Rome. Alleenlijk die hem nu weerhoudt. Dus het keizerlijke Rome. Die zal hem weer houden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Dus die Pantion-tempel van het keizerlijke Rome, dat moest weg. En dat zullen we straks ook lezen, dat juist Constantijn verhuisde naar Constantinopel. En als dan zal de ongerechtigd van het pausdom geopenbaard worden, dan welke de Heer verdoemd zal door de geest zijn monds. En teniet maken door de verschijning zijn komst. Dat is dus in de eindtijd. Dus we zullen onherroepelijk merken dat in die eindtijd. die kracht, tronen, macht. En dus het pausdom hier. door Christus vernietigd zal worden. En het verdoen zal door de geest zijn monds. Overduidelijk. Compromissen. Zondagswet. Weten we, dat was in die tijd. Want daar startte alles mee. Laten we dat nog eens goed lezen. We weten dat Pergamus de tijd van de compromissen was. Constantijn, Ecumenische Bijbels. En zondagswet. Hou daar rekening mee voor uzelf. Als u dat niet weet en niet goed verstaat. Oei, ik moet dus echt goed op de hoogte zijn. Ook met die Ecumenische Bijbels en waar die vandaan komen. Zijn boodschap in de profetie een beetje behaald. En in zijn boodschap in openbaring. Maar in het bijzonder in de Bijbel in zijn boodschap. Dus weet. Dat die voorstudie enorm belangrijk is. Dat wil ik daar nogmaals goed mee benadrukken. Dus we weten ook dat die kracht, troon en macht terug moet en zal komen. Omdat we het natuurlijk over Pergemus hebben. En die tieren gemeente komt daar achteraan. En dan komt er een heel belangrijk citaat. Zo niet een van de belangrijkste als het om Daniel 11, 40, 45 gaat, en ook binnen deze studie. Schrijf hem op. Schrijf hem over, kopieer hem, want u zult hier onroepelijk op aangevallen worden. Terwijl Sustewijs het heel mooi omschrijft als het om Daniel 11, vers 40, 45 gaat. Laten we hem maar eens lezen. U kent hem al vanuit zijn boodschap in Daniels studie. De geschiedenis van Daniel 11, vers 30 tot 36, herhaalt zich in Daniel 11, vers 40, 45. En op, vooral op het einde van de studie kom ik nog expliciet er weer op terug. Wij hebben geen tijd te verliezen, zegt ze. Er staan ons onrustige tijden te wachten. De wereld wordt met een oorlogsgeest uitgerust. Spoedig zullen de tonelen van onrust, waarvan gesproken is in de profetieën, plaatsvinden. De profetie in het elfde hoofdstuk van Daniel is bijna geheel vervuld. Dus dan spreekt zij over Daniel 11, 40, 45, is bijna geheel vervuld. Vooral het laatste gedeelte dus. Veel van de geschiedenis dat plaats heeft gevonden. in de vervulling van deze profetie. zal worden herhaald. En nogmaals een rode streep eronder. Want dit moet u vasthouden. En wat zegt zij? Wat wordt herhaald? In het dertigste vers. wordt van een kracht gesproken. waarvan in vers 30 tot 36 geciteerd wordt. En dat weten we dat het pausdom, pauselijk Rome, het keizerlijke Rome ging vertreden. Tonelen gelijk aan die beschreven worden in deze woorden zullen plaatsvinden. Dus ze zegt, lees nu goed wat er gebeurt, want dat zal weer plaatsvinden. Dat is Daniel 11:40, 45. U zult heel goed zien dat zij zo mooi dat woord van de Heer Jezus heeft doorgekregen... dat de Heer Jezus zegt... jullie hebben dat boekje... en we hebben een openbaring 10b... als u grammaticaal dat goed leest... ziet u wederom profiteren... wederom dat boekje eten... en wederom zal herhaald worden... van 30, 36... geciteerd, zegt zij... en die tonelen zullen wederom herhaald worden... en ze zegt al... het elfde hoofdstuk van Dani... is bijna geheel vervuld... Dus je spreekt nog over dat laatste stukje van Danië 45, 45. Een prachtprofeetie van e. White door Jezus Christus aangegeven. Vindt u niet geweldig? Het bewijs voor Daniel 11, 40, 45, 45. Dat dat de sleutel is, zeg ik altijd, want dat staat hier, om de profetieën te ontdekken. Als u die woordjes allemaal apart zou nemen, dan kunt u al die woordjes gerucht weer terugvinden. Dan kunt u. Moab, Edom, de kinderen Amons allemaal weer terugvinden. In Jeremia, in Ezekiel wordt allemaal uitgesproken wie dat zijn, en wie ze zijn en hoe ze zijn. Belangrijke punten allemaal wat ik u nu vertel. Om straks mee te nemen in uw studie. Dus u zult straks heel vaak terugvallen op Daniel 11, 40, 45. Dat is heel interessant, heel erg mooi om dat ook te zien. Hou hem vast dit citaat. Gaan we verder met Pergamus en Tiëtieren. Want wat gaat er in de Laodiceë-tijd gebeuren? Het moderne Israël Laodicea. Oorzaak, compromissen, gevolg, afval van de waarheid. Dus we zien heel duidelijk dat het tier tijdperk speelt zich opnieuw af in de Laodiceë-gemeente. De compromissentijd. En zo zitten we nu volop in die compromissentijd. Veel te veel compromissen. Alles kan en alles mag in Gods gemeente. Ja toch? We hoereren tot en met, staat in de Bijbel. Wat is hoereren? Niet lijfelijk hoereren. Hoereren is valse leerstellingen aannemen uit Babylon. Dat is hoereren. Want de Babylon is de hoer. En wij hoereren met Babylon als we dezelfde dingen doen als wat Babylon doet: te over in Gods laatste gemeente. Overduidelijk. Dus God wil ons nogmaals iets vertellen over Rome. We krijgen namelijk nogmaals de overheersing van Rome in de nieuwe wereldorde. Uriah Smit schreef er al over. Terwijl de zeven gemeenten de geschiedenis van Gods gemeente voorstelt, laten de zeven zegels de belangrijke gebeurtenissen zien van de wereldgeschiedenis. Neem hem even mee. In de laatste gemeente komen alle gemeenten weer terug, met in het bijzonder de Tietieren-gemeente. Die vervolgingen breken weer aan. Laten we maar eens kijken. Toenmalige en huidige drie fasen van de Romeinse macht. U kent dat. Clovis, Arthur, die eerste zeven moesten vallen. Het gedurig, heel belangrijk op dat moment. 508 na Christus. En we weten, 538 kwam die overheersing van die pauselijke macht. Dit is het moment van kracht. Hier in 538... Kwam het paus op het troon, weten we allemaal. 508 werd het Heidens Rome afgeschaft. Clovis Westgoten. En we weten ook dat macht het derde punt was vanaf 538 tot 1798. Die 1260 jaar die dodelijke wond. Dus als we hier het moderne Israël neerplaatsen en weergeven. En in deze tijd weten we, heeft het geestelijk Israël zich allemaal afgespeeld. Want het is allemaal na Christus kruisiging. Dan kunnen we hier ook weer plaatsen kracht. 1929 na Christus. Mussolini is het pausdom weer als soevereine staat hersteld. En we weten vooral dus 1989 onze tijd. Die heilige alliantie. 2008 pausdom al in Amerika geweest. En de derde punt is macht. De dodelijk wond is genezen. En daartussenin hebben we weer de troon, de zondagswet is hier tussengetekend. Bij de zondagswet zal de JOZ zijn constitutie wegnemen. Dus wat leren we? Die Tiertira gemeente, met dus ook die overgang, want daar draait het nu even om, hoe die overgang heeft plaatsgevonden, zal weer plaatsvinden. Het keizerlijke Rome zet het pausdom op de troon te verstaan. En dat ging met Clovis en Arthur, met die tien stammen die er nog waren. En natuurlijk, die drie hebben ze vernietigd. En dan kwam de paus als achtste weer, let op, weer voor in de plaats. U zult begrijpen, dit is natuurlijk prachtig mooi om te weten. En we gaan dat straks ook helemaal natuurlijk weer in die sheet verwerken. Maar het is nu voor u zaak, begrijpt u het nu nog niet helemaal, herhalen. Doet u gewoon verstand gaan. Pak nog een keer weer deel 2. En dan is ook deel 1 er nogmaals bij. Over Jeremia. Komt u steeds beter in Gods woord? Dat is de bedoeling. Want u moet persoonlijk straks die Bijbel uit kunnen leggen. Dat is absoluut Gods opzet. En dus ook mijn opzet. Om u dat te leren verstaan. Leren zelfstandig de Bijbel uit te leggen. En dan zal God u ook te binnenbrengen op het moment als u spreken moet wat u hebt geleerd. Heel veel mensen zeggen van ja God zal mij wel te binnenbrengen wat ik moet zeggen dan en ze leren niet. Nou ik kan u vertellen dan brengt God u ook niets te binnen, echt niet. En dat is misschien heel duidelijk gezegd, maar het is wel eerlijk gezegd, want dan wordt u als het ware een rat voor de ogen gedraaid als mensen dat zeggen. Dat is wel, ik hoef niet te studeren en God gaat het wel doen. En dan straks natuurlijk God ter verantwoording roepen. Want dat is het eindpunt wat u gaat doen. De, u zal mij toch alles te binnen brengen. En waarom weet ik nu niks? Ja, God zegt wel. Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. En ze willen niet horen. Ze willen niet luisteren. Kijk, dan kunt u natuurlijk op dat moment onze geliefde Heer Jezus niet zeggen. Van nu moet u maar vertellen wat ik zeggen moet. Zo werkt het niet. U moet zelf gaan studeren. En dan gaan we straks ook mee verder. Dank de Heer dat u dat doet. Ik wijs alleen maar op dat u dat ook tegen anderen op deze manier moet zeggen. Want ik weet dat u 11 uur werkers, 144.000 er alles aan wil doen om die waarheden te leren kennen. Want anders was u nooit zo ver gekomen natuurlijk. En straks persoonlijk door de Heilige Geest de profetieën kunnen lezen. En daar staat, zoals u zult zo begrijpen, heel, heel, heel veel in. Ontzettend mooie dingen. Ik hoop u daarom straks ook weer te zien bij deel 3. De drie Israëls en de zeven segelen bij Gods volk. In Jeremia 6 hebben we natuurlijk al behandeld. Graag tot straks en tot ziens.